Welkom bij dit mooie project van Luisterstromen, waarbij we eigenlijk 30 sociale woningen aan het realiseren zijn. Bij dit project hebben we eigenlijk net een stap verder genomen door te zeggen van nou, we willen eigenlijk een breed doelgroep bereiken. Mensen die eigenlijk heel kwetsbaar zijn, die vanwege hun inkomen, vanwege hun gezinssamenstelling of zorgbehoeften niet in aanmerking kunnen komen voor een woning waar ze eigenlijk prettig en betaalbaar kunnen wonen. We hebben gedacht, nou, we gaan hier twee woningen maken, twee hoekwoningen die net groter zijn en die een extra slaapkamer en een badkamer op de begaan grond hebben. Die dan weer heel breed kan ingezet worden voor samengestelde gezinnen of echt grote gezinnen. Mensen die in de rolstoelgebonden zijn of juist mensen die bijvoorbeeld een mantelzorg leveren aan een ouder, een moeder of een vader. En om zo eigenlijk dit product op een lange termijn te kunnen exploiteren, dus een lange termijn af te kunnen zetten, waarbij we elke keer kunnen inspelen op de diverse behoeftes die er eigenlijk zouden kunnen zijn in de markt. En dat betekent voor het gezin met het jonge kindje, wat beperkingen heeft, dat het kindje volledig beneden kan worden verzorgd? Ja, inderdaad. Oké, met een badkamer, ja. En een eigen slaapkamer, ja. En een mogelijkheid om een eigen oprit te hebben om eventueel om naar binnen en buiten, ja, te kunnen? Ja, inderdaad. Het is een rolstoeltoegankelijke begane grond. Dat geldt voor beide woningen. Ja. Beide woningen hebben we op dezelfde manier eigenlijk uitgetekend. En inderdaad, de slaapkamer is ook geschikt voor twee personen. Dus mocht er inderdaad in andere situaties een jong stel, die dan ook weer beneden kan slapen. En dan de kinderen boven en het jonge stel beneden, ja, wanneer het nodig is. Ja, dat is natuurlijk gewoon een hele bewuste keuze geweest om zeker nu in een nieuwbouwproject op voorhand hele duidelijke keuzes te maken voor toch hele specifieke doelgroepen. En voor de ontwikkeling van specifieke doelgroepen in Nederland, die neemt natuurlijk hand over hand toe, hè, wat we om ons heen kijken. En voor ons is het een hele duidelijke keuze geweest om te zeggen, nou, wij willen maatwerk leveren voor specifieke gezinssamenstellingen, gecombineerd met zorgvraagtes en zorgzwaartes die er zijn. En ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is, ook in de combinatie met de gemeente. Wethouder van de Put, de huurprijs van deze woning is €710. Ja. Eigenlijk. Ja. Dat wil dus zeggen dat mensen met een laag inkomen niet in aanmerking zouden kunnen komen voor huurtoeslag, omdat zij maar maximaal €635 mogen betalen aan huur. Dat klopt. Ja. Daar heeft de gemeente wat op gevonden. Daar hebben wij iets op gevonden in het kader van bijzondere bijstand. Wij zorgen dat als er sprake is inderdaad van die hele lage inkomens, dat Luisterstromen dan maar €635 in rekening gaat brengen als huur. En het verschil, dat betalen wij uit bijzondere bijstand. De wet die biedt aan ons de mogelijkheden toe, dus daar hebben we gebruik van gemaakt. Dus eigenlijk betalen jullie Luisterstromen wat geld, zodat zij een lagere huur kunnen vragen? Ja, het gaat om €75 per maand inderdaad. Ja.